En inpakken, want ik ga nu naar de les. Nou, ik heb school. Het is nu 8:15 in de ochtend. En half moet ik op school zijn. Ik ben nu wat aan de late kant. Dus ik vertrek nu en ik neem jullie wel mee vandaag. Dus dat is heel gezellig. Kijk hoe leuk. De sleutel staat hier. Die hou je er tegen. En dan rijden. Slot. Zo. Ik ben nog steeds mijn vakken aan het regelen. In principe heb ik dit vak nog niet op mijn rooster staan. Maar ik heb hem gewoon gaan volgen. Want als ik heel veel lessen ga missen en dan ingeschakeld sta en uiteindelijk wel de vakken ga volgen, dan heb ik het idee dat het gewoon niet goed komt. Dus ik ga gewoon deze les volgen en ja, heb je weer een vroege ochtend hier in Singapore. Maar wel mooi weer, gelukkig. En de outfit of the day, dit blouseje. En deze beide pants en mijn schattige slippertjes en mijn tasje. Oké, ik heb een kwartier op de bus gewacht. Normaal komt hij echt onder een paar minuten. Maar ja, heel veel studenten gingen wachten. En ik had mijn portemonnee ook niet bij me. Dus ik kon de betaalde bus ook niet nemen. Ik ben niet gewoon klaar. Ik ben benieuwd of ze me binnen gaan laten. En dat is zo grappig, want mijn achternaam is Rajaram. Echt op een paar letters na staat mijn naam. Oké, guys, ik ben naar de les geweest. En ik heb nog steeds problemen met inschrijven. Ik ben ook nu naar een counselor geweest. Ik had het super kunnen horen, want het is goed geluid. Ik ben ook naar een counselor geweest en we hebben toen gehad over mijn vakken. Dus ik moet nu online request gaan doen voor de vakken die ik wil. En daarna gaan we dan nogmaals bespreken. Het geeft me best wel veel stress, want vakken gaan natuurlijk gewoon door. Je hebt gewoon lessen. En als je dan niet bent ingepland voor een les, dan mag je er niet heen gaan. Dus dat is wel een beetje dramatisch. Maar gelukkig sta ik daar niet alleen in. Er zijn heel veel studenten die het gesprek hebben. Maar ik ben daar nu mee bezig. En ik heb mijn portemonnee niet bij me. Dus ik kan ook niks halen om te eten en drinken. Gelukkig had ik vanochtend wel fruit meegenomen naar de les. Ik zit nu in de hei. Dat is wat ik jullie net weet. Van binnen ziet het er dus zo uit. Heel veel planten, heel veel natuurlijk licht. En echt een constructie van een weg. Het is wel heel mooi om te zien. Heel apart dat we dit in de school zo op deze manier hebben gemaakt. Ik denk niet dat ik een betere school had kunnen kiezen voor mijn exchange. Het is natuurlijk heel time consuming en irriterend voor mij in ieder geval dat ik mijn vakken nog gewoon niet rond heb. Want ik wil gewoon naar school gaan. Ik heb nu 3 vakken waarvoor ik ben ingeschreven en ik hoef er maar 4. Misschien wil ik er 5 gaan doen. Dus dan kunnen nog 2 kiezen, maar ik ben verplicht nog een pak van 4 punten, want dan weet ik dat ik het in Nederland tenminste winnen heb. En dan het 5 vak is de eigen keuze. Maar ja, meer heb ik nu ook niet echt te vertellen. Dat is een beetje de situatie nu. En morgen heb ik, even kijken, ik heb ook echt 2 lessen die dan zijn ingepland. Dus
Dus dat is wel chill. Die heb ik tenminste. Dus daar kan ik wel voor gaan rondrijden. En dan ga ik later misschien wat eten halen. Maar voor nu ga ik dit even afronden, want dan is dat gedaan. Want na vandaag kan je ook geen weekend hebben. Oké, ik ben terug in de kamer. Ik ben even aan het lunchen. Ik had gisteren sushi gehaald in de supermarkt. En het is komkommer sushi. En surimi sushi. Oh, en trouwens, ze willen ook best wel veel gaan reizen hier. En ja, dat staat dus op de planning. En heel misschien Sri Lanka, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar goed, dat laat ik jullie nog wel weten. Vandaag heb ik een best wel aparte video voor jullie. En, het ruikt al meteen een kokosnoot. En dan maken we die. Oké, ik ben zojuist klaar met mijn pedicure. Ik heb roze nageltjes. Ik wacht nu op een vriendin en dan gaan we samen wat eten, want het is nu al 1 uur. En ik heb echt honger. Dus ik hoop dat zij er ook snel is. Ik ga met een van mijn andere vriendinnen ga ik naar Sri Lanka waarschijnlijk. En we gaan nog naar Thailand. Dus dat is nu ook al geboekt. En ik heb er echt heel veel zin in. Vandaag is trouwens zaterdag, dus we gaan lekker wandelen en morgen ga ik gewoon wat werk doen. Oh, seafood market, even kijken. Oké, je hebt dus king crab, het is echt heel groot, maar dit is $75. En ik zie dat je hier ook klauwen hebt van de dag, 24. Maar ik heb nog geen pannetje voor mezelf gefixt. Dus als ik ooit een pan heb gekocht, dan kan ik verder gaan koken. Oké, mijn vriendin zit zo helaas. Zij komt er zo aan. En we gaan waarschijnlijk hier eten. En ik heb wel trek in sushi, dus misschien gaan we dat doen. Oh mijn god, je hebt hier dus kant-en-klare sushi's. En allemaal individueel ingepakt. Echt heel leuk. Het eten is er. Oh mijn god, maar wat is dit dan? Gebruinde rijst. Het ziet er wel echt lekker uit. Hoe schattig zijn die kinderen? Kan ik dat kind opeten? Maar goed. Oké, we hebben net sushi gegeten en het was echt een van de lekkerste sushi die ik ooit in mijn leven gegeten heb. Want het was super vers. En nu heb ik hier mochi gekocht. Het is mochi ice cream. Kijk, zo ziet dat eruit. En de buitenkant is een soort van deeg. En er zit een aardbeienvulling in. Zo helaas wat dingetjes halen in deze supermarkt. Ik was daar gisteren ook. En ja, ik ga deze opeten. Oké, we zijn bij een andere mall aangekomen. We gaan zo naar de IMM. Dat is dus een sportwinkel of sportmall waar ze allemaal sportkleren en aanbieding kopen. Maar dit is echt de beste stationery winkel ever. Ze hebben zulke schattige dingetjes. Agenda's, portemonnee. Heb je wat gevonden? Dit is zo mooi. Sorry, geïllumineerd. Kijken. Maar ze hadden al die beentjes. Ik wil ze echt allemaal. Dit vind ik ook echt tof. Ik wil dat allemaal. Ik wil morgen. Oh my god. Kijk, deze pen had ik ook in mijn hand vast vorige keer. Oh my god, kijk naar deze pennen hier. Echt zo leuk. Echt, als deze winkel heet Typo. Echt, als ze dit gewoon in Nederland zouden hebben. Oh my god, kijk die glitters. Deze heb ik genomen. Hij is echt heel mooi. Hij is $12 volgens mij. Agenda's.
Oké, we gaan nu naar de IMM. En kijk er weer. Wat heb je gekocht? Ik heb een broek gekocht. Ja. Die was te duur. Ik heb sokken was gekocht. Te duur. Ik heb een hele leuke powerbank gekocht. En een matchende waterfles. Ja, laat je waterfles maar zien. Ja. Dit was echt een van mijn heftigste aankopen ooit. Nee, ik ben geen punk. Ik ben ook geen emo. Maar ik vond het wel heel mooi. Prachtig, prachtig. Dankjewel. Ja, en ik heb een roze waterfles gehaald. Ik wijs hem later wel. Maar dit is dus gewoon een sportoutlet, toch? De IMM? Ja, je kunt geen sport, alleen heel veel. Hè. Gewoon een outlet, mal, als het ware. Maar het is best wel warm nu. Oké. Ik ben heel veel wijze wat ik gekocht heb. Het is eerst een boekje. 60 Days to Be More Mindful. En hier moet je dan elke dag iets schrijven over je gedachten en hoe het gaat. En wat beter kon en de motivatie van je dag. Het is meer colorful dan die van Suela. Maar met een rode en gouden boek. Een agenda. Heel basic. En ik zag laatste. Een pen. Hij is zo mooi. Weet je toch? Soms heb je motivatie nodig in je leven om goed bezig te zijn. Dan moet je gewoon een agenda kopen en een mooie pen. Oké, dit is wat toen met de Adidas, weet je. Kijk hoe lang deze broek is. Het is gewoon heel. Nee, ja. Prachtig, prachtig. Tot en met, het is gewoon een jurk. Kijk, mensen zeggen altijd ja, ik hou van high-waisted jeans, maar heb je tijd dus ook? Ja, toch. Oké, we zijn nu komen lunchen. Hi. Yes. En we hebben dit boekje. Dat zijn rice cakes. Frietjes. Sweet potato fries. En hier mozzarella sticks. En wat hebben we nog meer? We hebben nog één ding. Ik weet het niet meer. Wat was dit? Nee, we hadden er echt vier. Oké, er komt nog wat. En een peach drankje. Heb je geen stukje peach erin? Jawel, maar ik heb een stukje. Oké, nou, we gaan even lunchen. Oké, allemaal, ik ben weer thuis. En ik wil jullie heel graag even wijzen wat ik allemaal gekocht heb. Deze steamer. Dit is een klerenstomer. Je hebt dan geen strijkijzer nodig. Je kan gewoon je kleren steamen. En dit is super handig voor of in Nederland, maar ook gewoon als je op reis gaat. Dan heb ik een router gehaald. Want ik heb hier geen goede internet. Dus die kan ik installeren. En hij was best wel heavy. De hele dag mee gelopen. En je kan verse sapjes halen bij de juice bar. Je hebt overal hier juice bars. Ik had een verse citroensapje. Heel zuur, maar wel heel lekker. En dan laten we beginnen. Guardian. Dat is een soort van kruidvat hier. Een droogjesdraai gewoon. Een hand sanitizer gehaald. En deze kan dan aan je tas. Ik heb oogdruppeltjes gehaald. Want ik merk dat mijn ogen hier gewoon heel erg droog zijn. En dan heb ik in een eurowinkeltje sokjes gehaald. En we gingen ook vandaag kijken naar sportschoenen. Want we waren speciaal naar IMM gegaan. En daar had je dus alleen maar sportschoenen, sportkleren. Maar de prijzen waren niet per se goedkoper dan Nederland. En ze hadden ook geen leuke dingen die ik zelf persoonlijk heel leuk vond. Of leuke schoenen die bij mij pasten. Van Happy Mask heb ik deze drie maskertjes gehaald. Eentje is een lotus flower. Dus lotusbloem. Groene theemasker. En dit is een Jeju seaweed. Dus met zeewier. Dit is echt een masker die als een vlinder op je gezicht zit. En als laatste heb ik deze Garnier masker gehaald. En deze is gewoon heel hydraterend. Cherry red, dat is deze. Nou, het is niet echt rood, het is echt gewoon roze. En pink. En van het merk Miniso, en dat is een Japans merk. Ik heb ijsjes gehaald. En dit zijn gewoon gevroren lemonade ijsjes. Oké, ik heb alles maar gewoon even op bed gelegd. Ik heb wat doekjes gehaald om de vloer te vegen. Wat hangertjes. Kurs. Ik heb deze shirtjes gevonden. Deze, I Love Singapore. En deze vind ik wel mooi, eerlijk gezegd, qua bedrukking. Singapore. Wat andere snacks. Pokey sticks. Worteltjes. En ik heb trouwens ook nog een burrito gehaald. Die ga ik een stukje vandaag op eten en een stukje morgen, denk ik. Oké, dus dat waren wel de aankopen van mij vandaag. Ik heb geprobeerd hier en daar wat te filmen.
hoop dat jullie het leuk vonden. Geef het een thumbs up. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Totdat ik jullie weer zie. Stay happy. Mwah.